Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de meeste plaatsen schijnt vanochtend de zon flink. In het zuidoosten komen al wat wolken binnengedreven en kan een enkele bui voorkomen. In de middag gaan er uiteindelijk meer buien volgen, maar voor het zover is dus nog flink wat zon en halverwege de ochtend is het de graad of 16. Uiteindelijk wordt het 20 tot 22 graden en daarmee is het een warme dag. De wind waait zwak of matig uit oostelijke richtingen, zoals gezegd in de loop van de middag vanuit het zuiden toenemen de bewolking en dan trekken er ook buien het land in. Dat kunnen lokaal stevige buien zijn met onweer. Ook vanavond komen die buien nog voor en bereiken uiteindelijk ook het noorden van het land. Morgen is het tamelijk somber weer, af en toe wel wat zon, met name in de middag. Verder trekken er een aantal buien over het land, misschien op een enkele plaats met een klap onweer. Het is een graad of 18. In het weekeinde zien we de zon weer wat vaker. Op zaterdag nog steeds een aantal buien, soms stevige buien met kans op onweer. Op zondag iets minder buien en wat meer zon. Op maandag blijft het overwegend droog. De middagtemperatuur ligt meestal rond de 19 of 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl